Mijn nummer is Kemo en ik kom uit Hong Kong, China. Ik zend deze als de Chinese film van Hilleben. Ik heb onlangs een Hilleben in 2 jaar geleerd met het boek van Van der Gooi. En ik ben naar Friesland gekomen om een Hilleben te praten. Nu leid ik Jami Milasjon, uw Hollandse vriend, onder het woord. Ik heb het Hilleben leert in 3 weken, na het veldwegen, dus in moord. Daarvoor heb ik nauw boven beroept, vooral het wonderboek dat Van der Kooi geschreven heeft. Daarom spreken we als de aters en ames van elste Hilleben Jent hier naar binnen. Ik zal deze oorspraak vooral in het Hollands doen. Maar ik zal soms wel het in het Hilleben zeggen, om dus mooie oude Hilleben spraak in ere te halen. Waarom hebben jullie voor Van der Kooi gekozen? Wat was nou jullie reden om daar, want dat is uiteindelijk het oudste proefschrift. En als je toch de jonge lui wilt enthousiasmeren om iets wat meer met de taal te doen, dan lijkt het me toch niet verstandig om dat uit de oude doos te halen. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Oké. Okay. Vooral gaat dit voor ons om de uitspraak. Van buitenlanders is het moeilijk om de taal te leren zonder een fonetische script te hebben. Dus heb ik voor Van der Kooi gekozen met veel schrijftekens die de uitspraak duidelijk aangeeft. Hestel Kuipers. Ja. Ik heb een vraag aan die. Nou, zeg dit eens. Het is die favoriete hielper wat? Een knientje, dat vind ik wel een mooi woord. Oké, een knientje. Ja, een knientje. Het vindt ervan tot nu toe, van de bijeenkomst hier in het minister Serke. Mooi. Ja. Ik heet nooit dat, maar ja, ik vind het prachtig. Oké. Ja, ik zeg ze eigenlijk mooi, maar het moet Bask wezen. Bask? Ja. Mooi, de pakkers die zijn weer even in het rode held. Ja. Oké, ja. Bedankt. Henk, heb je die favoriete wat? Of is er een wat nou favoriete wat is, maar het mooiste wat, dat vind ik, maar dat is echt in Fries zo, smoek. En dat heb ik wel eens geprobeerd om uit te lezen, om dat te vertalen. Maar dat kan je eigenlijk not in go in Nederlands vertalen. Nee. Smoek. Want dat heeft echt een stukje gezelligheid en eindelijk goer. Tenminste, dat heeft die, ja. Eigenlijk is dat in Engels ook zo, hè? Oh, dat kan wel. Ja. Ik ken je niet. In Engels is gezellig, smoek, cozy. Ja. Dus gezellig. Maar dat vind ik wel een mooi woord. Oké. Okay. We begonnen weer. Hoe is jouw naam? Kobe Flappen. Oké. Ja. Hey, wat vond je van de bijeenkomst? Nou, ik vond het heel nieuwsgierig. Het filmpje hier kan zien. Dat vind ik prachtig. Ik denk dat het heel goed is voor Ben dat ze het soort jaren en soort joggen. Ik vond de jongens geweldig dat ze haar inzetten als net hielpers. Ja, een Chinees die hielpers leert. Dat is toch heel bijzonder. Dat is uniek. Ja. En dan was ik nog het Malkwaarders. Ja. Hoe is het mogelijk, toch? Ja. Ik hoop je dat zij dat een beetje. Ik naar de Boetenbrood, dat er nog meer mensen komen hè, die dat dan oppikken. Daarom stelde ik die vraag. Hoe maken ze dat nou nieuwsgierig voor oormeisken dat ze ik het hielpers leren? Ja. Nou ja, wij zijn er allemaal mee bezig om het filmpje te maken. Ja. Gewoon spread the news, om het maar eens in gay hielpers te vertellen. Ja, hoor. Nou ja, zo'n filmpje dat maakt roen om. Ja. Tussen wijze. Ja. En meer van dit. Want maar de hielpers zelf kan via social media toch ook wel wat actiever worden. Ja. Had je steeds, ik wil wat bij mijn taal doen. Ja. Verdomme, schreeuw het op Facebook of WhatsApp. Ja, dat liet het mij. Ik doe het in het Fries, omdat ik dat ken. Ja. En dat vind ik ook belangrijk dat ik dat doe. Maar dan, had ik hier wennen, dan zou ik het niet hielpers doen. Ja, heel, ja, absoluut, ja. Ja. Misschien leer ik het echt nog wel een keer. Hartstikke mooi, bedankt. Zo mooi, ja. Ja, bedankt. Hoi.
Ik peteert je in het Hilpersland? Zeker. Ja? Ja, zeker. Het vond je ervan? Het is mooi. Dat ja? vind ik mooi. Ja. Het vond je deze bijeenkomst? Deze bijeenkomst vind ik prachtig. Oké. Okay. Ja. Best weet ik het wies ervan worden? Ja, daar ben ik er wies van. Zoals? We hebben ik veel reacties van de mensen heen. En het jouwt is ik inspiratie over het we doen zullen. Ja. Mooi. Oké. Okay. Ja. Hey, hoe lang bist je in Friesland nog? Ik ben al in Friesland voor 2 maanden en 3 weken. Okay. En dit is mijn laatste week. En ik moet naar Hongkong vliegen. Oké. Okay. Ja, op 16 november. Oké, okay, nou, weer mooi. Ja. Ik vond het een mooie bijeenkomst. Ja. Bedankt. Ja, alsjeblieft. Oké. Mooie reis waarom? Ja, zie het aan. Oké. Foppe van Tuin. Hey, heb je een favoriete hielper wat? Een schoenenskater. Een schoenenskater? Vertel. Dat is een libelle, een soort vlinder, libelle, ja. Maar dat zijn jitten betekenis, dat zei je toch? Ja, dat heb ik eens opzeker in een oud boekje. Een skettelijk of zo. Skettelijk? Daar ben een hele soort woorden in. De hielper zeggen dat... We trappen hem hier lest december, zeker het is donker, maar dat is ook verkeerd, dat is tester. Ja, tester, ja. En in al de woorden, je moet ze gewoon weer omhelden. Ja. Je moet er gewoon uitzetten van die speling, tolerantie, ik vind het heel goed iets. Maar gewoon de woorden, je totaal verkeerd broek worden. Angerijten, zomaar waarom, dat ben woorden je verdwijnen gewoon. Ja, ja. Nou ja, kroot, kroeken. Ja. Ik zeg kreeg de tijsters. Dijgieren. Ja. Nou, ik heerde les neem het voetbal. Die zei dus van, ik ben blesseren. Ik heb les van de Lies. Ik zit de lasken. Ik zit een Lies besteed na nee. En dan kijk eens die jongen, zijn ze die maar in de fik staan. Ja. Nee, dat ben woorden in ja. Thijs dus de lasken. Ja, je moest wat trooien, jongen, hè? Jawel. En dat zegt de mensen die weten niet meer het betekent. Oké. Okay. Een kroot, kroeken, lasken. Al je moet ze eromhelden. En dan moet je hem na... Ik heb de les neemt, die had het door een brechtje. Nou, een lekker breken. Er zit een breggetje. Nou ja, ja, dat ken ik. Totaal helemaal fout. Oké, bedankt. Oude woord, druk. Yo. Diami, ja. Diami. Een moeilijke naam. Ja, ja. Ja. Maar Diami, het vond je van? Ja, het weer een aardige dij. Ja. Een aardige dij? Ja. Ik vond het bijzonder. Ja, het is bijzonder. Ja. En het Hielpers is een mooie spraak. Ik haal er echt van om over de taal te praten. Ja. Hey, en het is precies die rol ten opzichte van Ken. Van Ken Ho. Is hij coach? Of, Ja, dank u. Wij vullen elkaar aan. Okay. Zo is het. Ja. En, jij bent beide van je taal. De interactie. Okay. Tussen ons. Okay. Dat is belangrijk. Jij bent in hoeverre ik de zolder leeftijd? Okay. Jawel. Ja, hoe ga je hem met hem kennen leert? Via internet. Okay. Vroeger joeg ik ook les in het Latijn. En ik ken ook het Latijn spreken. Oké. Okay. En daarom joeg ik les in het Latijn. En Ken Ho kwam bij mij om het Latijn te leren spreken. Wel. En daarom... Dus Ken Ho die spreekt nou door Chinees, Latijn en het Hielpers. Ja, ja. Ah, ja, hartstikke mooi. Hey, ja, het gaat ie go. We zijn misschien wel weer een keer. Ja, best. Nou, het is een hartstikke mooie bijeenkomst. Ja, ik vind het. Dankjewel. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Hoi, hoi. Kom op. Oh, dat is een haat. Tine? Ja. Het vond je ervan? Ik vond het heel goed. Maar ik ben het naad altijd met die schroeven wie ze is. Hielpen is met een I en een E.
Want het gaat met de vullen uit Friese toch? Ja, ja, vrouwen er maar in. Ja. Nog staat er een bootje bij de reddingslood. En er staat CD-kop. Dat hij daar opschrijft als een S, een E, een A, een D en een Grieks een I, mijn K. Maar het is CD, het is een lange E-klank. Het heet met twee E-streepjes erop en dan dik met een I en een E en een K. Waarvoor wachten? Maar een Chinees die hielp is leert. Binnen twee maanden. Ja, ik heb me vorige keer al complimenten, jongens. Uit het boven van der Kooi. Uit het boven van der Kooi. Dit is een echte van der Kooi, het hebt. Ja, we hebben moeite om Chinees te eten. Ja, maar ik ben gekomen om met Memmetal te praten. Ja. En dat is van der Kooi. Dat is van der Kooi. Ja, ja, ja. En mooi. En dat is dit het meis. Ja, ja, helemaal. Daarom kennen we het zo goed. Ja, en daarom, ik dacht ik al, zakt die dames door oorslangen. Maar dat test aan het mandje. Want dit is de harde kern van een heel portaal. Dat Dat ben de hooligans. Ja, zeker. Wow. That's what I like. We gaan het te gaan. Oké, bedankt.